enkele jaren na het gesticht op het stadhuis van Wolle. Een zwarte bladzijde in zijn leven. Vliegen kijkt recht door hem heen, zoals de laatste weken in het gesticht. Er hangt een stilte in de lucht. Ze zitten twee over twee aan een tafeltje, de ideale positie om te kaarten. Dondijnen probeert de stilte te ontmijnen. Zou zuster Sint-Gerolf nog in het slot zitten, haar beenderen om het boek? De apostelen moeten lachen behalve vliegen. Ze halen herinneringen op, de verboden boeken die ze naar binnen smokkelden, over de brede schouders van Bijtenbier, waar de conciërge zoveel ontzag voor had. Hoe heet die alweer? Tierentijn. Nee, dat was het niet. Bakelman.